Yo Nintendo fans, welkom bij weer een nieuwe video in de Mario 3D World 100% run. We beginnen nu echt bij het einde te komen, want we zijn nu in de bloemenwereld. En ik switch even naar Mario voor de eerste level in deze bloemenwereld, de hoogspanningscursus. Doe even een blauw duimpje omhoog, vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan moet ik me nu alweer focussen, want anders gaat het helemaal fout, jongens. Hats, 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 bats, bats. Oké, hier nog eentje en daar nog eentje. Waar ga je naartoe, Mattie? Ga je daar naartoe? Oké. Kom je halen. Ik kom je halen. Hier, bam. Dit zijn allemaal levels die al in de game zaten. Maar dan zijn ze iets moeilijker gemaakt. Dus er zijn nu veel meer enemies hier zo te vinden. Even kijken wat in de kistje zit. Helemaal niks, naks, nada, niente. We hebben hier een kattenbelletje. Een lekker. Kunnen we lekker even zo een beetje omhoog klimmen. Oké, laten we eerst even al deze enemies slopen voordat we deze groene ster gaan pakken. Dan kunnen we straks gewoon lekker een beetje vrij bewegen. Pim, pim. Hier beneden is er nog één. Pim. Oké, chill. Waar zijn alle muntjes naartoe? We moeten naar boven. En hier naartoe. 3, 4, 5, 6, 7 is hier. En 8. 8! 8! Ja! Oké. 8 hebben we ook net. Ik heb er wel één gemist gewoon. Hallo? Waar heb ik dan mijn dingetje gemist? Zeker weer helemaal in het begin. Er zit zeker hier nog één. Oh ja! Kijk. Hier zit er nog één. Wat moet ik hier doen? Ik moet hier omhoog springen. Oh, wacht even. En dan? Oh, wacht. Ik moet ze allemaal aanraken. Ja, easy met Kat Mario. Lekker. Ja, nice. Ik moest even kijken wat ik daar moest doen, hoor. Oké, cool. De eerste twee hebben we te pakken. Dus vergeet vooral de eerste niet als jij deze game ook speelt. Die zit dus helemaal in het begin. Ik ben benieuwd, jongens. We beginnen bij de Champions Road aan te komen. En ik wil heel graag weten wie van jullie de Champions Road al heeft gehaald. De Champions Road is het allerlaatste level in de game. En ja, die is gewoon niet zo heel makkelijk. Laten we het daarop houden. Ik ben benieuwd. Heb jij hem al gehaald? Hatsaflatsie. Oké, nice. Dat ging echt weer maar net goed. En de laatste. Yes. Oké. Go. Oh, ik schoot iets te vroeg. Is hier nog een ster te vinden? Denk het wel. Oh, wacht even. Hier is een ster. Ja? Oh, wacht even. Dan moet ik zo'n bal gooien. Dus ik kan hier opstaan, denk ik. Waarom doe ik zo moeilijk? Je hoeft echt ineens op te staan. Volgens mij kan je die ster ook gewoon pakken. Ik gooi er zelfs te hoog. Ik wou zeggen, als ik hier sta... Oké. Suicide! Laat maar zitten. Dan pak ik hem wel gewoon zo. Oké, let's go. Ik ben er weer, jongens. Ik ben er weer. Is hier boven nog wat? Nee, natuurlijk is hier niks. Want we hebben alles al gepakt. Lekker Mario! Nice! Oké, eerste leveltje. Ging wat stroef. De vorige aflevering ging wat soepeler. Maar hey, Mario heeft het gewoon gefixt. Fuzzies in overvloed. Onder water. Oh, dit level. En dan moeten we nu gaan zwemmen. Oh nee. Sowieso gaat dit helemaal fout. Maar wacht, ik kan wel klimmen hier zo. Kijk, dan kan ik hier naar de eerste ster klimmen. En dan zo hoppakee het water in. Oké. Soepeltjes. Zolang we een katje hebben, dan kan dit misschien wel de goede kant op gaan. Let's go. Even kijken. Ja, gewoon tegen de muur aan. Niet springen als ik tegen de muur aan kom. Zouden we hier naartoe moeten? Die moeten we pounden straks. Kak! Nee! Oké, ik wil mijn reservekatje. Ja, nice. Oh, wat? Ja. Dat ging niet helemaal volgens plan. Ik lag in één keer in de fuzzies. rustig aan, Mario. Oké, ik denk dat we wel kunnen stellen dat de bloemenwereld sowieso wel wat moeilijker is dan de mushroomwereld. De mushroomwereld was niet heel lastig. Oké, moet ik dit dan snel doen? Als ik dit snel doe, gaat het dan wel. Oh! Ja, heb ik hem! Kom op, klimmen! Lekker! Pauwblokje pakken! Wat zit daar in die kist? Ik weet niet wat er in die kist zit. Het boeit me ook niet. Ik denk niet dat er een ster in zit. Dus ik ga gewoon door. Let's go, kitty. Let's go. Kan ik jullie slaan? Ja, ik kan jullie gewoon slaan. Nice. Waar is de derde ster? Oh, ja. Top. Top timing dit. Dit werkt zo. Oké, top. Zit hier wat in? Ja, nice. Ik ben weer kat. Ik ben nog steeds kat. Waar is de freaking ster? Wat is dit? Water, oké. Waar is de ster? Gun mij een ster. Oh, hier. We moeten hier naartoe.
Pak de muntjes. Pak de... Oh, ik mis er één. Ik mis er één. Ja, nee, dit gaat niet meer goed. Dit gaat niet meer goed. In het water. Lekker. Oké. Nee! Oké, dit gaan we opnieuw doen. Oké, let's go. 1, 2, 3. Rennen. Rennen dan. Rennen, joh. Gek. Jeetje, waarom duurt dat zo lang? Oké, in de midden staan. Ja, lekker. Oké, die hebben we ook te pakken. Dat one-uppie, dat heb ik niet nodig. Dat boeit me niet. Mario, ga je omhoog? Ja, lekker. Omhoog, omhoog, verder omhoog. Nice, 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 nice. Waar gaan we nu naartoe? We gaan hier op de wolken. Zijn we er? Weet je, ik wou dat vraagteken nog pakken. Maar laat maar zitten, want ze komen me ook vanaf deze kant belazeren. Spring! Ja! En bovenin de vlag. Lekker! Ik krijg nachtmerries van die fuzzies. Wat zijn nou de allervervelendste vijanden in een Mario game ooit, volgens jou? Zijn dat deze fuzzies? Of zijn er nog irritantere vijanden? Nachtbrakende piranha creepers. Oké, ik heb een vuurbloem nodig sowieso. Zit hier een vuurbloem in? Hier zit een vuurbloem in. Maak even deze gasten allemaal kapot, want jullie zijn een beetje vervelend, jongens. We moeten denk ik alle lampjes hier aan gaan steken. Hier is nog zo'n gast, die ga ik ook even kapot maken. Ga allemaal wegwezen. Alle vrienden van Piet moeten weer kapot. Laat mijn vrienden met rust. Nee, ze laten mij ook niet met rust. Dan moet je maar een keer met je vrienden gaan praten, dat ze mij niet meer pesten. Oké, klap. Lekker. Weg. Weg. Weg, allemaal weg. Ik heb zo'n vermoeden, jongens. Dat we straks nog een van die planten nodig gaan hebben om een ster te pakken of zo. Dat denk ik echt. Ik denk dat het zo werkt. Hierboven zit een vraagtekentje. Dat is een extra bloemetje. Nice. Deze nog aansteken. Ja, ja, zie je wel. Je moet inderdaad al die dingen aansteken. En dan krijg je hier de eerste ster. Tenminste, ik hoop dat het de eerste is. Ik word bijna opgegeten door je familie, Piet. Eens even kijken. Is het de eerste? Het is de eerste. Lekker. Deze gaan we ook even allemaal aansteken. Oh, hierboven zit iets verstopt, zo te zien. Even kijken. Ja, nice. Pauwblokkie. Wat gebeurt er als ik dit pauwblokkie opengooi? Oh, oké. Okay. Dan hebben we een kikker. Ah, nee. Word ik nou gewoon door een kikker geraakt? Serieus? Kikker, ga maar gewoon kapot. Oké. En wat is dit dan allemaal, jongens? Pauwblokkie! Nice. Oké, cool. Maar ik ga nu sowieso dingen missen nu ik hier ben. Als hier geen groene ster zit, dan ga ik sowieso dingen missen. En ik... waarom kan ik dit vraagtekenblok niet pakken? Oh, oké, een uppie. Dan gaan we in deze buis, denk ik. Ik zie niks. Het is zo donker. Oké, let's go. Oh, dan komen we gewoon weer hier terecht. Oké, dat is chill. Ah, kijk, hier moeten sowieso ook weer al deze dingen aan. Ja. Ondertussen moeten we oppassen dat we niet worden geraakt. Door de Koopa... Nee, paratroepidoepidoepies. Wat gebeurt hier allemaal? Wat gebeurt hier allemaal? Ik spring elke keer net een millimeter mis of zo. Oh, man. Oké, daar gaan we weer. Die is aan. Top. Toppie, toppie, woppie. Kan ik die niet vanaf hier aansteken of zo? Kan je... Wil jij even weg... Wat? Waarom? Waarom lukt het niet? Waarom zie ik dit elke keer dus precies niet goed of zo? Ga weg. Ja. Amahula. Oké, poging 630, jongens. Ja, die is aan. Kan ik dan gewoon even hier onderdoor lopen? Ja, top. En dan rustig aan hier springen en deze aan. Ja, top. Oké, dan ga ik nu hier naartoe. Dan moet die daar aan. Dit wordt nog wel een lastige trouwens. Moet ik dan zo op zijn hoofd springen of zo? Het lukt niet. Ik krijg deze niet aan. Oké, rustig aan. Gewoon hier staan. Ja, nice, nice. Ja, we hebben hem, we hebben hem. Oké, ik spring hier overheen. Spring ik nu hierop. Hier zijn er twee. Kan ik misschien rustig vanaf deze plek doen? Huh? Ja, en die. Ja, oké, cool. Extra vuurbloempie erbij. Oké, dit moet hem worden, jongens. Ach, tot zover mijn extra vuurbloem. Oh, nee! Nee, gewoon nee. Nu denk je misschien, Rick, waarom ga je niet gewoon door? Dat is omdat dit een 100% run is en we dus alle groene sterren moeten pakken. En de groene sterren hier krijg je volgens mij gewoon door dit wel te doen. Door al deze fakkeltjes aan te steken. Dus ik hoop dat het me nu een keertje gaat lukken. Oké, rennen. Rennen. Ja, nou, ik heb nog een reserve vuurbloem, maar... Oké. Oh, dit is wel een struggle. Er moet hier even één plantje minimaal dood. Wacht even hoor. Ik moet zo even terug. Ja, die is dood. Nice.
Dan staat er daar nog één. Ik moet deze fakkel nog aansteken. Ah, kan dat vanaf hier? Ja! Ja! Lekker! Dat kan vanaf daar! Oh. Zou ik dit met een ground pound en zo'n jump kunnen doen? Ja, gelukkig. Ik had de broer van Piet gelukkig niet nodig daar. Maar ja, we zijn er nog niet. Er is namelijk nog een groene ster in dit level. En ik weet niet waar die zich bevindt, maar dat zal ongetwijfeld wel hier ergens zijn. Juist, ja. Ik moet het dus timen. Bovenop zijn hoofd springen. Ja, lekker. En dit lukt gelukkig wel in één keer. Oh, dit level, jongen. Ik denk dat dit het lastigste level is om alles te pakken tot nu toe. Vesting van de Fire Bros in volle vaart. Oftewel, volgens mij moeten we dit snel doen. Dus eigenlijk had ik hier Toad voor nodig. Toad is onze snelheidskoning. Zou er ook ergens tijd liggen? Auw, dankjewel. Hier ligt wel tijd. Oké, let's go. We gaan gewoon hier rechtdoor. Zo, hoppakee. Nice, nice, nice. Kan ik een vuurding op hem gooien? Pak hem, pak hem, pak hem, pak hem. Lekker! Wacht, ik ben wel even benieuwd of hier nog wat ligt. Nee, zo te zien niet. Ah, man. Maar dit, we moeten dit snel doen, hè? We moeten dit snel doen. Even dit ground pounden. Even deze ground pounden. Ja. Lekker. Oh, tijd ligt hier. En dan... nice. Oké, we moeten door. 12 seconden. Hopelijk hebben we nog niks gemist. Sowieso zit hier boven weer iets. Oh, oh nee, ik had hem al kunnen pakken. Oh, dit is zo jammer. Oké, pak even wat tijd. Ja, de tijd was op. Poging 2, we gaan door. Go, 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 go. Ah, net niet. Ik heb helemaal geen tijd voor jouw spelletjes, jongen. Ga weg. Oké, pak deze tijd. Nice. En door. Oh, we moeten hem verslaan? Of moeten we alleen hem verslaan? Ja, we moeten alleen hem verslaan. Nice. Oké, let's go. Ik wil hier gewoon... Ik wil dit gewoon halen. Want ik weet zeker dat hier iets zit. Hier bovenop. Ik denk dat ik dat via dit moet. En dan zo. Ja, nice. Kan ik hier wat tijd pakken? Hopelijk haal ik deze jump. Nice. Let's go. Ja, kijk. Hier is inderdaad weer een ster. Tempo! Tempo! Lekker! Go! Ik kan hier gelijk naar deze kant toe. Ik weet niet of ik dit nog red. Ik hoop het wel. Lekker gepound. Hier deze tijd pakken. Lekker gepound. Misschien moeten we deze nog even slopen. Oh, hier. Hier is iets. Ja, hier is een ster. Hier is een ster. Lekker. 8 seconden. 8 seconden! Zit hier tijd onder? Blijkbaar niet. Oh, man. Oh, wow. Ik had hem net ontweken. Heel nice. Kunnen we deze ook net ontwijken? Ja, lekker. Lekker. Hier, vuur op je bakkes, jongen. Vuur is zijn wapen, maar dat boeit niet. Het is nu ook mijn wapen. Oké, hier hoeven we nu niet zo moeilijk over te doen. Go. Go. Dan gaan we denk ik nu de tweede buis pakken. Nee, we hadden de andere buis moeten pakken. Potverdorie. Hier is nog wat tijd. Hier ligt ook nog wat tijd. Die pak ik ook even mee. Toppie. Kijk, dat is toch weer 20 seconden erbij. En dan hoop ik dat we nu genoeg tijd over hebben. Het is nog 12, 11. Oh, hier liggen twee tijddingen. Oh, we moeten hier zeker de Firebro pakken. Wedden? Firebro. Lekker. En door. 19 seconden over. En jump. Lekker. Oh, ik zat daar even in mijn focusmode op het einde, hoor. Ik viel even helemaal stil. Ik hoop dat jullie dit nog steeds vet vinden, jongens. Doe dan sowieso dat blauwe duimpje weer omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo-video's op je beeldscherm. Wil je me ook live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickatu. En dan zie ik je gewoon daar of bij de volgende video. Mazzel! Die had ik even nodig.